beste mensen, zoals u misschien al weet, is 23 mei is de Bettelbomen en Borderplandag. En dan willen we deze vakjes vullen. Deze vakken die hier op het plein zitten, op het nieuwe kerkplein. Daar zijn allemaal komen bomen te staan, die zijn geschonken door het bouwteam. Maar we willen ook nog deze plantenbakken vullen. Maar helaas, tot op heden loopt dat nog niet zo erg als de bedoeling was. Om het een beetje te verdelen willen we nu op 9 mei een aantal bomen gaan planten en een paar hagen die gesponsord zijn. Maar de meeste vakken zijn nog leeg, helaas. Misschien zou je er wat aan kunnen doen om te kijken of dat kan toch niet zo zijn dat we deze vakken zwart houden. Dat we er alleen gras in moeten zaaien. Dat kunnen de tuinmannen ook niet aan doen met een mooie nieuwe gebouwtje. Zoals ze zo met de grasmachine naar buiten kunnen lopen. Rijden. Een stukje gras is al gemaaid. Prachtig mooi nieuw gras erin. En gaan we de hoek om. Dan zien we weer een bordetje. Helaas, die blijft voorlopig ook nog zwart. En dan gaan we verder de hoek om. Dan zien we het gras weer nog gemaaid. Maar dat lekker groeit met dit weer. Een beetje regen erop. En nog een bordetje wat leeg is, helaas. Gaan we verder naar de voorkant van de kerk. Er is ook alles overnieuw ingericht. Mooie nieuwe ingang gemaakt. Plekjes om fietsenbeugels neer te zetten. Maar ook die fietsenbeugels, is maar de vraag of die er komen. Er zijn er wel een aantal gesponsord, maar de meeste fietsen zullen toch aan je eigen kettingje moeten zetten. Als het zo door blijft gaan. Maar, niet getreurd, het is nog geen eind mei, dus er kan nog van alles gebeuren. Gaan we de hoek om, zien we mooi aangelegd. Plein waar we fietsen neer kunnen zetten. Ook aan de achterkant net kunnen we fietsen neerzetten. Maar hier zitten ook weer bordes die voorlopig zwart blijven. Omdat de bloemen nog niet vergoed zijn. Dus ik zou zeggen, kijk nog eens even wat je kunt doen. We gaan allemaal niet op vakantie. We houden 1000 euro extra in de zak. Misschien kunnen we al een paar tientjes af om wat plantjes te sponsoren voor de kerk. Zodat we straks gezellig op het buitenplein misschien wel in de vakantie een leuk evenement kunnen organiseren. Bij voorbaat dank.